opeens, hè, vannacht. Ja, ik weet niet meer, het was waarschijnlijk 3 uur of zo vannacht. Kreeg ik ineens zo, een zoen. Ik schrok een beetje wakker. En ik hoor heel zachtjes, gefeliciteerd schat. Toen dacht ik, oh ja, ik ben jarig, ja. Ik was het bijna vergeten, maar nu niet meer. Want nu ben ik de hele dag al jarig. En eigenlijk ben ik niet de hele dag jarig. Ik ben maar 10 minuten jarig, beste vrienden. Ja, 10 minuten. Heb ik van mijn moeder gehoord. In de nacht van 20 op 21 mei ben ik om 10:50 s'nachts geboren. Ja. En het was een stuitligging. Hoe vind je die? Dus ik kwam eruit, het zag er niet uit. Mijn moeder zei ook, je zag eruit als een mislukt pa, zei. Nou, goed. En daar was ik dan. Maar ja, luister, ik kwam later, kwam ik Theo Komen tegen. En toen zei Theo Komen tegen mij, weet de grote verslaggever, voor iedereen die het nog niet weet, de allerbeste sportverslaggever die er ooit heeft bestaan. Theo Komen, die zegt, wij zijn allebei op 20 mei jarig. Dat is geen toeval, Harry. Nee. Hij zegt, dat komt omdat we op 20 mei op de grens zitten van stier en tweeling. En daar ben ik nu eens een keer over gaan lezen. Ja, ik denk, wat bedoelt hij nou met stier en tweeling? Ik ben maar heel klein beetje in sterrenbeelden, maar niet enorm. En wat heb ik nou gelezen? Het is ongelooflijk. Dat ik heb mijn hele leven altijd gedacht, toch, ik ben een stier. Weet je wel, en dan lees je gewoon, die zijn koppig en die zijn lui en weet je wel, dat. En die zijn behoudend, dat zijn allemaal stieren. En toen dacht ik bij mezelf, ben ik dat nou? Ben ik dat nou? En nou heb ik gelezen dat de stier gaat maar tot 's nachts 21:36. Dan ben je een stier, tot daar ben je een stier, 's avonds. Na 21:36, dus zeg maar 37, dan ben je al tweeling. Dus om 10:50 s'nachts, vrienden, we kijken hier gewoon. En dat heb ik dus nu ontdekt, daar kom ik dan achter. Op mijn 72e jaar ben ik een tweeling. Ik ben gewoon een tweeling. En die staan voor show en die staan voor praten en die staan voor mensen aan het lachen maken. En toen dacht ik, oh, dan zal het misschien wel een beetje kloppen. Dacht ik. Dus, nou, vrienden, wat een ontdekking. Nu, vandaag, op mijn 72e, ik ben een tweeling.